Pilsie? Lekker, ja. Proost. En ik ga dit bier ga ik opdrinken. Na de leader krijgt deze geweldige cliffhanger een gevolg. Blijven kijken. Ik ben heel benieuwd nu. Thijs, waar denk je dat mijn fantastische cliffhanger, waar denk je dat het over ging? Nou, ik zie voetbal nu hier op je schermpje, dus daarover? Het, nee, bier, opdrinken, niet opdrinken. Ja. Matthijs de Ligt. Ja, Femke Halsema ook, ja, hè? Precies, en ja. Supporters. 34 arrestaties tijdens een nahuldiging. 34, ja, mooi. Oh, ja, dat had ik nog niet eens, nee. Ja. Dat, dus als ik denk dat de bewustie is van de F-site. Express, ja. Ja, jongens, jullie 34 gaan nu. Of van de politie, dat ze samen even hebben overlegd. Ja. Nou, sla mij nog eens neer. Ja, precies. Dan hebben we de 34. Maar ik wou inderdaad, Matthijs de Ligt, dat is toch echt. Die jongen, wat moet dat over 10 jaar zijn, man? Premier. Ja, echt. Premier. Overigens heb je ook Van der Sar, die vangt daarna ook nog eentje. Ja, maar ik vind hij doet het mooier. Wat ik hier ook mooi aan vind, dat hij zo mooi ook zo weggooit van... Jongens, doe dat nou niet, man, sukkels. Ja. Mag ik dan nu wat zeggen? Jij mag wat zeggen, Thijs. Terwijl ik dus lekker het bier opdrink in plaats van weggooien. Supporters. Ja. Dat was het inderdaad dat je hebt gedaan, dus met dat liedertje. Nou, nu het was een cliffhanger. Ja, en nu zitten de mensen van, gaat het opdrinken. Mooi gedaan. Ja, in plaats van gooien. Ja, ik heb beloofd het niet meer over te gaan hebben. maar ik moet het er toch even over hebben. Nou, mag ik even weg dat jij het er gewoon met Ik heb jou nodig. Jij hebt me nodig. Ja, nou. Wij hebben het wel vaak genoeg gezien. Jij hebt het waarschijnlijk heel vaak teruggekeken. Ja, zeker. Maar iedereen, ik heb natuurlijk, ben overladen met reacties. Omdat ik het steeds onder mensen hun neus duwde. En dan moesten ze wel reageren. Wat waren de reacties? Donder nou op met dat. Nou, ze vonden het allemaal knap. Alleen iedereen zei van, oh ja, take 622 zeker. Terwijl het was natuurlijk take... Take 1. Ik ben er zelf ook niet heel blij mee, maar het was echt zo. Ga ik het nu echt nooit meer over hebben? Ja, dat geloof ik niet. Nou, misschien volgende week nog even kijken wat hier de reden zijn. Wij waren afgelopen woensdag bij... Emmen. Groningen. FC Groningen, Emmen. Ja, maar ik heb nog even de samenvatting teruggekeken. Ja. En ik moest daar op grinniken. Oh, god. Ja, wap, even op het begin erop knallen. Ja. En dan de samenvatting begint bij een minuut. 21 minuten. Ja, dit vind ik dus schitterend. Dat je dus echt gewoon met elkaar aan het schreeuwen bent. Dat je vanaf het begin erop kan halen. En dan heb je gewoon de eerste 21 minuten lang is er gewoon niks gebeurd. En dat, ik bedoel, de samenvatting, dat was ook wel echt zo. We hadden ook een jel. Dat is mijn enige wapenfeit eigenlijk bij Winsum 4. De huddle afschaffen. Een vriend van mij die doet zit dat hier, maar die wist dat ik het heel kut vond. Dus... Er zit maar één vriend van jou in dat team. Nee. Dat is helemaal uitgekeken bij mij. Prachtig wapenfeit, toch? Dat is bijna net zo knap goed als een bidon opvangen met je voet. En dan fijn dat je, leuk dat je erover gaat. Oh, het begint zo. Misschien kunnen de mensen nog even kijken. Nee. Nou, eens kijken of de klap... Hoppa, misschien krijgen we hem nu, misschien niet. Dat hangt van Rick af. Producer. Nou, een jel, zo kun je een wedstrijd beginnen. Maar je kan natuurlijk ook een paard op het veld laten komen. Ja, prachtig. Ja, heb je dat gezien? Ik heb de beelden nog niet gezien. De beelden niet gezien? Ik had niet echt tijd om te kijken. Nee, want het filmpje duurt 36 seconden. Ja, maar jij bent een heel druk man. Ja. Heel druk. Maar dat was in Eekst. Die speelde tegen Faco, geloof ik. Komt een paard. Hier, daar zullen we hem hebben. Oei. Paard. Ja, oei. Ja, nu denk je, nou, valt me wel mee, maar... Ik zou hier knetterbang van worden. Ja, nou, ik ook. En worden ze straks ook wel een beetje. Hier, pas op. Paard op 10 meter. Hier, en dan daarachter langs. En hier, nou, en dan gaat hij wel weer keurig. Gaat hij zo door. Ja, precies. Dat is netjes. Blind paard op het veld. Aan wie moet je dan denken? Dirk Kuyt. Opa, ja. Volgende item. Dat soort leuke quizvragen kun je trouwens ook krijgen op 1 juni in Emmen. Ik plug weer eventjes op. De quiz. Sportquiz van het Noorden. Hartstikke leuk. Thijs neemt dan een bidon aan op zijn voet. Ja. U kunt gewoon met bidonnen... Ik neem ze allemaal aan. Hij neemt ze allemaal precies, aan. Ja. Als mensen niet weten waar het over gaat, misschien is het leuk om even dus, te laten zien wat ik bedoel. We gaan weer kijken of het werkt. Ik denk het onderhand wel. Drie keer? Nee, ja, ik denk dat het constant wordt laten zien.
FC Emmen bleven natuurlijk vorige week in. Ja. Chapeau Emmen, echt petje af. Ja. Toen dacht Ronald Lubbers, ik ga ook een buikschuiver doen. Fijne vet is ook. Hier. Maar nu, nou, dit lijkt nergens op, gaat zo door. Ja. Dit is steeds... Vakantie zingen. Vakantie. daar heb je een heel seizoen voor gespeeld. Ja. Vakantie. Vakantie. Oh, heerlijk, ja. Kunnen we even kijken als je niks meer hebt, als je niks meer hebt, kunnen we misschien even kijken. Vind je dat meisjes onder de 17? Vind je dat... Maar goed, het is nog 1-1. Klaar, denk ik, toch? Tom Dumoulin viel natuurlijk uit. Die stapte hier af. En dat was een treurige dag met regen. En dit was zo'n mooi beeld. Een brandgans zie ik hier volgens mij al. Nou ja, volgens mij is het gewoon een eend. Hier, en die waggelt in de regen naar de eindstreep. Ja, man. Is er ook een wielrenner die als bijnaam de eend heeft? Nee, gisteren hoorde ik wel de paling van... de paling? Ja, hier. L'Anguilla di Brembia. Fantastisch. De paling van Brembia. De mooiste bijnaam die ik denk ik heb gehoord. Ik ga volgende week quizzen met de kolibri van... Peter Merks. Peter Merks, ook een prachtige Quizzen? Bijnaam. In één team, met hem. Met hem, in een team. Sluiten we daarmee af? Of zullen we nog even kijken hoe het met de meisjes onder de 17 is? Ja, nou, doe maar. 1-1 nog tegen de Duitsers. Tegen de Duitsers. Nou, nog een cliffhanger, mensen. Hoe loopt dit af? Jullie weten het al, want het wordt later uitgevonden. Wij nog niet.